Traditiegetrouw werkte NEC aan het begin van het nieuwe seizoen het jaarlijkse oefenduel af tegen de amateurs van NEC. Die wedstrijd werd woensdagavond gespeeld op het trainingscomplex De Eendracht. De amateurs wonnen de matige wedstrijd van de grote broer met 1-0 door een doelpunt van Younes Korti op aangeven van Gilly Grot. Een hoofdtrainer ontbrak nog steeds op de bank van NEC. Nou, dat het veel beter moet, dat lijkt me wel duidelijk. Niet alleen zozeer de uitslag, maar ook wel met name de eerste helft ook het getoonde spel. Dat laat nog wel wat te wensen over. Ja, de tweede helft was een stuk beter inderdaad. En je moet die kansen wel maken uiteindelijk. En dat heb je niet gedaan, dus je hebt gewoon verloren. Dus dat is gewoon slecht. 1-0 verliezen. We zijn net 2 dagen aan de gang. Twee trainingen gehad en nou eerst de oefenpot. En we moeten elkaar ook nog allemaal een beetje leren kennen. Alleen ja, 1-0 verliezen van amateurs is nooit leuk. Ik vind deze wedstrijden moet je gewoon winnen. Of je nou 1 keer hebt getraind of 10 keer of 0 keer. Uiteindelijk zijn wij de profs en wij moeten het verschil laten zien. Dus ik vind deze wedstrijden moet je winnen. We hebben een rustige opbouw. Het is nog 7 weken hè, tot de eerste competitiewedstrijd. Dus we hebben nog lang. Maar er zullen de aankomende dagen zeker wat tandjes bij komen, denk ik. Ja, nieuwe trainer, nieuwe kansen. Nieuw seizoen, nieuwe kansen. Dus ik schat mijn kansen wel gewoon oké in. Ik ga er in ieder geval volle bak voor, want ik wil gewoon weer keepen. Daarvoor ben je voetballer geworden. Ja, we hebben de 3 oefenwedstrijden in 1 week eigenlijk. Zaterdag en dan de donderdag erop weer tegen Alverna. Ja, nou ja, dat er met de selectie nog wel het een en ander moet gebeuren. A, zeg maar, dat we moeten zorgen dat ze weer fitter worden daarin. En B, ja, de selectie is een beetje uit balans. Hè. We hebben heel veel aanvallers en we hebben weinig verdedigers. En we missen gewoon een paar jongens. Dus ja, er is nog genoeg werk aan de winkel. Maar ja, ik denk dat we elke wedstrijd de intentie hebben om te moeten winnen. Dus, en misschien moeten we ons wel inderdaad revancheren op deze wedstrijd, gezien de uitslag.